Vandaag is weer een bijzondere mijlpaal voor Hengelo en in het bijzonder voor Hart van Zuid. Want achter mij zijn we bezig samen met de aannemer om de Boekeloze Brug als het ware in twee nieuwe brughoofden te takelen. En dat betekent dat na vandaag over een maand of 4, 5 de Boekeloze Brug helemaal vernieuwd is. En dat er dan een rechtstreekse verbinding van de A35 weer mogelijk is naar het station van Hengelo. Ontzettend belangrijk voor de stad, omdat je dan heel snel vanaf de snelweg het station kunt bereiken. De brug is bijna een jaar geleden is de oude Boekeloze Brug is verwijderd. En hier op de kade naast Stork Termek is toen gewerkt aan een nieuwe brug. En die zie je als het ware, dat deel wordt nu tussen die twee nieuwe brughoofden getakeld, gemonteerd. En dat gaat vandaag gebeuren. En dan hebben we nog een aantal maanden nodig om daadwerkelijk de weg over de brug et cetera aan te leggen. Hoeveel verkeer zal er straks van deze brug gebruik maken? Ik verwacht veel meer dan vroeger. Ook omdat dus door de Laan Hart van Zuid, die we overigens gisteravond officieel hebben geopend, het stuk tussen de Bremasweg en het station, die verbinding veel sneller en beter is dan vroeger natuurlijk via de Boekeloze weg en de Industriestraat mogelijk was. Dus ik denk dat het dat echt de meest gebruikte route gaat worden. En zo is die ook door de gemeente natuurlijk bedoeld. Is dit iets voor de Hengeloers om trots op te zijn? Ik vind het wel. Kijk, weet je, als je achter mij kijkt hoeveel mensen vanochtend ook gekomen zijn. Hè? En mensen komen en gaan, want het is natuurlijk niet zo, zo'n brug komt aanvaren en we hangen hem er even in. Dat duurt wel even. Maar je ziet dat heel veel mensen het heel interessant vinden om dat te zien. Ik denk ook echt, het hele gebied hier in Hart van Zuid gaat de komende jaren, zullen mensen echt zien dat daar heel veel verandert. Laten we niet vergeten dat de hele aanleg van de Laan Hart van Zuid hebben we bijna 10 tot 15 jaar over gedaan om dat mogelijk te maken. Nou, en nu is het dan eindelijk zover dat de laan wordt geopend en dan zie je ook wat die verbinding doet. En gisteravond hoorde ik ook veel mensen zeggen, dit is echt hartstikke mooi, een parel voor Hengelo. Dus ik denk niet alleen dat Hengelo's er trots op zijn, ik weet zeker dat ze dat zijn.